in mijn panel vandaag. Geert Noordzij, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. En Tom de Nooyer, ook raadslid, fractievoorzitter van de lokale partij CVO in Oldebroek. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Oekraïne. Althans, ja, in Berlijn of in Parijs, dat is net hoe je het ziet. Duitsland heeft een eerste stapje gezet om het mogelijk te maken dat er van die Leopard 2 tanks aan Oekraïne kunnen worden geleverd. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft gezegd dat de levering van de tanks door de Poolse overheid niet tegen zullen worden gehouden door Berlijn. Volgens Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, betekent dit dat die Leopard-tanks er daadwerkelijk gaan komen. Zoals ik nu zie worden al deze soldaten opgeleid in Polen. En is eigenlijk de toezegging gisteren van minister Baerbock betekent feitelijk dat de toezegging en de toestemming eigenlijk niet eens nodig is, dat Duitsland er niet voor zal gaan liggen. Dus dat betekent dat de Leopard 2-tanks die Polen heeft in elk geval daar ook in gaan. Ja, Scholz die is nog wat terughoudender, die heeft er nog niks over gezegd. Baerbock is iets duidelijker. Goed nieuws, Tom, dat die tanks die kant op kunnen? Weet ik niet. Ik vind dat heel erg lastig inschatten sowieso om goed nieuws te krijgen over dat conflict. Wat er nou precies gebeurt in die regio's is natuurlijk vrij lastig. Je hoort soms ook tegengestelde berichten aan elkaar. En de vraag wat nu de beste strategie is, vind ik ook een heel lastige. Uiteindelijk merk ik als ik kijk ook, en dat was volgens mij ook de Poolse premier, die zei van we zullen het winnen met of zonder Duitsland en ja. Europa en Oekraïne zal winnen. Je zet hoog in, maar ik wil uiteindelijk vrede. En ik weet niet precies hoe dat nou het best bereikt kan worden door druk te blijven zetten of door toch om tafel te gaan. Ja. Wat ik wel begreep, ook uit het bericht van Marten Kruijf van vanmorgen bij BNR, was dat beide partijen, zowel Rusland als Oekraïne, toch niet hebben wat ze willen. Uh-huh. Maar daarmee kan dit ook een uitzichtloze situatie worden. En dan vraag ik mij heel erg af van werkt het dan om proberen dat die grote macht Rusland op de knieën te gaan krijgen, of moet je toch om tafel om vrede te gaan bereiken en moet je toch akkoorden gaan sluiten? Want er valt natuurlijk best wel wat over te zeggen, hè, met die Minsk-akkoorden, naleving ervan, hoe dat nu tegenaan wordt gekeken. Mm-hmm. Dus ja, dat is een heel complexe situatie, maar ik denk wel dat via diplomatieke weg daar veel meer op geïnvesteerd moet worden. Want wat ik nu in ieder geval in de media lees en ook van regeringsleiders is alleen maar militair en schep je er bovenop. En wie biedt er meer, wie levert er meer? Ja. Ik vraag me af of dat gaat werken en of dat ook Rusland überhaupt op de knieën gaat dwingen. Ja, en als je zo luistert, types als Rutte en dergelijke, die zeggen ja, Rusland is een soort rupsje nooit genoeg. Als je ze wat geeft, dan komen ze daarna voor jou, bij wijze van spreken. Dus je moet eigenlijk wel het hele spel afmaken. Wil je dat land eronder krijgen? Ja, dat is de vraag of dat gaat lukken. Dat is allereerst, hè, los van wat je zou willen, maar of het gaat lukken is één. Mm-hmm. Ook met bijvoorbeeld regio's als de Krim. Die waren natuurlijk al wat langer niet van Oekraïne, om maar zo te zeggen. Rusland zegt van niet, Dus nou, dat is heel complex. Ja. Maar of je dat zomaar allemaal van Rusland, of je de Russische invloeden daar zomaar weg kunt krijgen, dat is maar heel erg de vraag. En dat zal Rusland ook zeker niet zomaar doen. Dus als je dat weet, dan is de vraag van wat is nu verstandig? En als het gaat om de intenties van Rusland daarachter, ook daar wordt over gespeculeerd. Is het een defensieve actie? Dat zeggen meestal de pro-Rusland kamp zegt dat. Mm-hmm. Ja, we moesten wel, want ja, als je kijkt wat er aan de grens allemaal gebeurde, vanuit Amerika richting Oekraïne. Aan de andere kant, van Rutte hoor je weer van Rusland wil heel veel landen afpakken en het is rupsje nooit genoeg. Als dat al waar zou zijn, dat het rupsje nooit genoeg is, dan denk ik wel dat het vooral om delen van Oekraïne gaat. Ik denk niet dat Rusland nu ook strategisch gezien zou denken van nou, maar als we dit winnen, dan gaan we heel Oekraïne. En dan gaan we Oldebroek. Dan komen wij de Baltische Staten aan net zo lang tot we Oldebroek ook hebben veroverd. Dat geloof ik niet, want dat kan niet. En ik denk ook niet dat Rusland dat zal willen. Mm-hmm. Dus in die zin moeten we daar ook, vind ik ook dat Rutte daarmee moet oppassen om dat soort teksten te gebruiken. Want hoe erg helpt dat nou om er. Dat staat toch alleen maar in de weg als je met elkaar om tafel wil en je wil proberen vrede te gaan bereiken. Hij vraagt inderdaad of je met elkaar om tafel wil. Maar goed, dat is een andere vraag. Geert, je hoort van types als Stoltenberg van de NAVO en dergelijke, die zeggen dan vlak voor dat Ramstein-overleg afgelopen vrijdag, zeggen die, ja, we komen met meer en met zwaardere wapens. Duitsland die lijkt zich een beetje terughoudend op te stellen. Die wil die Leopard 2 tanks zelf niet leveren. Was ook heel lang onduidelijk. Nou, gaan zij het andere landen die die tanks ook hebben van Duitse makelij toestaan om die dingen wel uit te leveren? Wat is jouw beeld van de Duitse opstelling in deze oorlog? Ja, ik denk dat het. Is het terughoudend? Dat is natuurlijk een keuze die ze zelf maken. Maar ik denk dat de situatie ook vanuit de Nederlandse kant, als je naar kijkt, heel helder is. En dat is dat Rusland zich aan het voorbereiden is voor een nieuw offensief. Dat Poetin dat ook heel duidelijk heeft uitgesproken. Dus je ziet dat er steeds meer trainingen, steeds meer een grotere mobilisatie is begonnen voor een nieuw offensief. En ik denk dat het dan terecht is, heel terecht, als je zegt, nou, Oekraïne strijdt voor die vrijheid van de Oekraïners in Oekraïne. Mm-hmm. En dat je daarbij die steun biedt. En daarom ben ik ook blij dat er nu is toegezegd
inderdaad, van nou, we gaan er niet voor liggen. En ik denk dat dat ook een goede stap is. Natuurlijk is het belangrijk dat je altijd diplomatiek blijft kijken. Maar ja, Rusland is zich nu aan het voorbereiden voor een hele grote nieuwe mobilisatie en een nieuw offensief. En dan kan je niet zeggen, we doen niks. Want dan op een gegeven moment loop je achter de feiten aan. Geef je Oekraïne weg. Ja, precies. Dus daarom denk ik dat het nu belangrijk is dat je zegt, aan de ene kant is er sprake van een offensief, aan de andere kant bereiden we ons voor. Dat is een hele logische tegenreactie, lijkt me. En het is niet zo dat er nooit gesproken wordt. Er is niet zo dat er nooit sprake is van diplomatieke acties. Maar tegelijkertijd moet je ook gewoon zorgen dat als je aangevallen wordt, dat je dan verdedigt. Ja, intussen is Nederland ook betrokken in de zin van, wij gaan Patriots of delen van Patriot-systeem leveren. Baart je dat nog zorgen? Het is wel een conflict aangestookt, begonnen door Rusland, maar het wordt wel steeds zwaarder met al die materiëlen. Ja, nou, wat natuurlijk ook een risico is, inderdaad, dat je ziet dat inderdaad in de buurlanden, dat er ook bijvoorbeeld in Slowakije of in Bulgarije spanningen zijn en veel angst is. Dat is denk ik ook enigszins terecht. Maar ook daar zo heeft Nederland inderdaad met die Patriots inderdaad geholpen. Nou, en dat is denk ik een hele logische actie. Zeker nu je inderdaad ziet dat grote offensief met de grote uitspraken weer van Poetin is begonnen. Ik hoorde Jaap Telp Scheffer hier op BNR zeggen, ik geloof eind vorige week ergens, die zei, nou, het is helemaal geen heel raar idee om te denken van, goh, misschien moeten wij de havens van Vlissingen en Amsterdam is wat beter gaan Rotterdam is wat beter gaan beveiligen. Ja. Nou, ik denk dat nu die eerste stap is echt bij die buurlanden. Dat daar het grote gevaar nu is. En dat je daar dus ook op gaat inzetten. Dus dat je inderdaad bij Slowakije en Bulgarije, wat Nederland nu ook doet, dat je daar gaat beschermen. Ja, maak je niet zo'n zorgen om onze veiligheid? Nou, niet dat Rusland Nederland gaat binnenvallen. Dat is dat er voor ons geen enkel gevaar zijn. Het gaat vooral toch om de is natuurlijk het is natuurlijk gruwelijk wat er gebeurt. En dat treft vooral de oostkant van ons continent. Maar wij in West-Europa zullen daar toch niet mee te maken hebben. En het zal ook niet de Russische ambitie zijn toch om het om zover door te trekken. Ik snap wel heel goed, ik heb heel veel begrip voor de angst die buurlanden van Oekraïne voelen, dat zij zich ook willen aansluiten bij de NAVO. Dat kan ik alleen al het idee van zelfbescherming heel goed begrijpen. Dus daarvoor alle begrip. Maar de vraag is of, goed, dat heb ik net al gezegd, in hoeverre we dat moeten terugdenken. En ook even, want je zei net in de tussentijd van, Rusland is agressor, oké, daar ben ik het mee eens. Maar het kent natuurlijk wel een bepaald conflict wat ook teruggaat. Hè, als je dat 2014, Maidan-revolutie en zo. En, dus het is heel erg complex. En de vraag is dan waar je verstandig aan doet. Ik denk niet door het vuurtje telkens te blijven opstoken, in ieder geval. Hele korte vraag nog. Duitsland die moet uiteindelijk gewoon zelf besluiten of ze die dingen willen leveren of niet. Niet onder druk van Biden en Stoltenberg en dat soort dingen. Gewoon lekker Scholz zelf bepalen, want het is natuurlijk ook allemaal binnenlandse politiek. Dat sowieso. Ja. Duitsland gaat er zelf over. En laat je vooral niet door Amerika op die manier onder druk zetten. Want laten we niet vergeten, Oekraïne is nog steeds geen NAVO-lid en ook geen lid van de Europese Unie. Dus als je kijkt van wat je als natie, dus als Duitsland, wat je verplichtingen zelf zijn, kunt je moreel verplicht voelen. Dat kan natuurlijk. Hè? Maar als het gaat om Amerika niet zich beroepen, dat is heel belangrijk om te beseffen op bepaalde afspraken dat Duitsland nu om die reden zou moeten ingrijpen in Oekraïne. Bepaal dat zelf. Natuurlijk, uiteindelijk, in die zin bepaal je het altijd zelf. Maar ik denk dat die morele verplichting wel heel zwaar weegt. Zeker ook voor die vrijheid van de Oekraïners, voor het Russische offensief dat nu weer is begonnen. En het wekt ook heel veel angst dat Poetin heel onduidelijk is. De ene keer gaat het heel erg inderdaad over de Donbass en over de geschiedenis met Oekraïne. De andere keer is weer een enorme afkeer naar de NAVO. Dus dat wekt ook eigenlijk op heel veel gebieden heel veel angst. Dat snap, en dat is wel iets waar we waakzaam voor moeten zijn.